Universiteit van Nederland. Legt uit. Is ons water schoon genoeg om in te zwemmen? Het water op de officiële zwemlocaties is best wel op orde. Dat wordt goed gecontroleerd. Maar deze locaties, die niet gecontroleerd worden, daarvan weten we het niet. En dat kan soms echt vies zijn. 5 dagen geleden hebben we dit water op kweek gezet. En dit is het resultaat. We zien allemaal van die gekleurde vlekjes daarop zitten. Witte en oranje en gelige vlekjes. Dat zijn allemaal bacteriekolonies. Dus dat zijn heel veel bacteriën bij elkaar. Nou, deze bacteriën zitten in het water. Maar er zijn allerlei bronnen waardoor ze in het water kunnen komen. Denk aan de rioloverstort. Denk aan hondenpoep. Denk aan watervogels die in het water poepen. Dus allerlei manieren waarop deze bacteriën het water in kunnen geraken. Maar volgens mij kan water best wat hebben. Nou, in dat water zitten ook allerlei bacteriën. Nou, bij de onderwaterbodem bijvoorbeeld, als daar een vogelpoep of een hondendrol naar beneden zakt, die breken dat af. Die zetten dat om in voedingsstoffen voor waterplanten. En die waterplanten die zorgen weer voor schuilplaats voor watervlooien. Nou, watervlooien zijn geweldige organismen. Die kunnen heel goed filtreren, kunnen algjes uit het water filteren, bacteriën uit het water filteren. Nou, die watervlooien zelf worden weer opgepeuzeld door vissen. Dus uiteindelijk, dat beetje poep wat erin komt, dat gaat gewoon door naar meer vis. En in dit soort wateren zitten ook mosselen. En die mosselen die kunnen wel een aantal liter water per dag filtreren. Daarmee halen ze ook deeltjes uit het water. Dus dat is eigenlijk de bufferwerking van zo'n natuurlijk water. Alleen dat buffersysteem kan verstoord geraken. Dan kun je denken aan rioloverstorten, waardoor er heel veel poep in het water komt. Nou, het poep kan ook door ganzen in het water gebracht worden. Medicijnresten kunnen meegevoerd worden. Er kunnen natuurlijk ook heel veel gifstoffen in het water komen. Zeker in gebieden waar heel veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. En we hebben ook te maken met een recreatiedruk op het natuurlijke water. Dus als we met z'n allen massaal gaan zwemmen en in het water plassen, ja, dan heeft dat toch een belasting tot gevolg. En als we ons ook nog insmeren met zonnebrand, dan komt dat ook in het water terecht. Dus dat heeft ook een belasting van het oppervlaktewater tot gevolg. En dode beesten. Misschien dat er een dode eend drijft of een dode vis. Ik zou daar toch voorzichtig zijn. Ja, je kunt behoorlijk ziek worden van alle verontreinigingen die in het water zitten. En als we gaan naar de bacteriën, de poepbacteriën, daar kun je maag-darmklachten van krijgen. De ratten die bacteriën met zich meedragen, kun je de ziekte van wel van oplopen. En zelfs kunt komen te overlijden. Dus dat is wel heel serieus. Dan hebben we ook nog blauwalgen bijvoorbeeld. Blauwalgen kunnen ernstige vergiftigingen veroorzaken. We weten in Nederland dat een aantal honden zijn komen te overlijden. Labradors van 30 kilogram die blauwalgen hadden opgeslobberd. En mocht je dan toch in zo'n water willen springen, kijk dan eerst even of dat je dode beesten ziet, of dat je rotzooi ziet. Ruik aan het water, dus gebruik je zintuigen. En als het water heel troebel is en je stapt daar voorzichtig in, als je van boven je knie je tenen nog kunt zien, dan is het water nog redelijk helder. Maar is het veel troebeler, ja, wees dan alsjeblieft voorzichtig. Maar mijn advies is, zoek een officiële zwemlocatie op www.zwemwater.nl. Dus is de waterkwaliteit goed, dan zie je een groen bolletje. Is die slecht, dan zie je een oranje bolletje. En je kan ook nog aanklikken en dan kun je precies lezen van wat nu de slechte waterkwaliteit veroorzaakt. Nou, dat was een Mike. Gaan we zwemmen? Ik ga hier niet aan. Moet je eens kijken naar die viezigheid hier. Hoeveel hitte kan een mens aan? Handig om te weten als er straks een hittegolf komt. Ik ben Hein, thermofysioloog, en ik leg het uit in de volgende aflevering.